Wat is de bedoeling? De bedoeling is eigenlijk vooral dat ik gewoon met de eerste pers bij betrokken op en succes. Fijn kibbeltje. Ja, lekker. Nou, dit interview zit erop. Ik heb hem. Hij staat aan. Wat is er gebeurd? Dankjewel. Even dat we gewoon de feiten op bereiden. Dus dat is een geweldig resultaat. Voor ons allemaal. Zeker. Dus waar het hele team naar op zoek is. En ja, super. Ja, daar gaan we richting de motor. Dus als dat mee, dat is een belangrijk deel wat nou vrijgemaakt gaat worden. Ja, is dat aan? Ja. Oh, wacht even. Ja. En eigenlijk vandaag, 4 dagen later, blijkt dat we alles al hebben gevonden wat we zouden kunnen vinden. We hebben dus blijkbaar de goede voorbereiding getroffen dat er snel en hard gewerkt kon worden. En daar ben ik zowel de mannen van Defensie als de mannen van de aannemer erg dankbaar voor. 3, 2, 1. Wat knap hè, dat hij het zo precies kan. Volgens mij heeft hij het vaker gedaan. Ja. De kluis daar, dat is die kleine, daar achterin. Oh ja. Dat is een dubbelwandige kluis waar dus al die bommen in zitten. Goedemorgen. Gerrit van Zets. Arie Kapper. Ik heb gehoord dat u ooggetuige bent geweest van de crash. Ja, dat wil zeggen, het laatste deel van de val heb ik. Och, gut ja. Jezus. Oh. We gaan er vandoor. Ja. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Maak er iets moois van, jongens. Ook dankjewel dat je even tijd. Dan moet je af en toe wel een keer knippen, denk ik. Hè? Nee, we doen alles. Integraal. Gewoon hier en alles. Bedankt. Ja. Ja. Is dat het geluid? Het is, ja, ja. Het is nu afgelopen. Ja. Want dit gesprek was fenomenaal goed. Dus daar kunnen we gewoon heel veel uit. We dachten nog, we gaan hier interviewen, maar dit is gewoon... Het rondleiden en zo, dat is het mooiste wat we kunnen hebben. Ja? Ja. Ja, en net... Ja, jongens! Jongens! Op, nog een! Woehoe! Ik kan niet steady houden, het is gewoon ontzettend koud, man. Hey, lopen! Oké, Joep.